Yo, bananas, ik ben Enske en welkom bij deze nieuwe GTA 5 video. Vandaag heb ik voor jullie een video die geheel in het teken staat van een nieuwe update die gisteren is uitgekomen voor GTA Online. Nou, deze update kwam dus alleen uit voor de PlayStation 4, Xbox One en PC. Hier krijg ik nog steeds heel veel vragen over en ik denk ik zal het nog een keertje herhalen voor iedereen die nog steeds niet heeft meegekregen. Dat kwam simpelweg omdat de oude generatie consoles het niet meer aankunnen. De game wordt te groot met al die updates en ergens houdt het op. En dat is dus nou. Dus hoe kloten het ook is, ik kan er helaas niets aan doen. In ieder geval in deze video geef ik jullie een overzichtje van alles wat nieuw is bij de update die gisteren dus uit is gekomen. En als eerste begin ik dus met de kleding. Dat zie je nou op de achtergrond al. Niet echt interessant. Dus we beginnen gewoon met het saaiste, zodat we daar gelijk voorbij zijn. En dan gaan we vervolgens over naar de kapsels. Daarna krijgen we tatoeages. Dan zien we twee nieuwe wapens die we hebben gekregen. Niet de meest spectaculaire, maar hey jongens, het is nieuw. Twee nieuwe auto's. Er zijn wel meer auto's, maar twee daarvan zijn echt nieuw in de game. Vier andere die zijn een soort van aangepast. En dan een beetje de hoofdattractie van heel deze update. Een nieuwe garage. En dat is Benny's Original Motorsports. En hier kun je voortaan auto's tunen. En daar kun je dus lowriders van maken. Dat is dus ook waar de titel vandaan komt. Lowrider update. Dus dat is de hoofdattractie van deze update. En dat is echt enorm vet. Dat is super uitgebreid. En daarin kun je enorm veel tunen aan je auto. Waaronder dus het heel interieur van je auto. Hydraulica en nog veel meer. Dus het is een heel mooi update. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Maar wat ik jullie al wel gelijk kan vertellen. Is dat dit ook gelijk een van de duurste updates ooit was. En we hadden laatst dus de Ill-Gotten Gains update. Die staat nog steeds bovenaan. Want daarbij had je een vliegtuig van 20 miljoen. Wat echt absurd was. En als je dat vliegtuig hebt, dan ben je of een fucking hacker, of je bent echt gewoon ziek in je hoofd. 20 miljoen is echt absurd. Maar deze update is ook enorm duur. En in eerste instantie lijkt het allemaal heel erg goedkoop. Je denkt, ah oké, weet je, goedkope auto's. Wat kleding die niet al te duur is. Zoals zie je die patches, 1300 euro. Dat is een koopje van een petje. Nee, maar als je kijkt bij die auto's, dan denk je, oh, het is allemaal vrij goedkoop. Je hebt een paar auto's van 9000, volgens mij zelfs eentje van 5000 of zo. Je hebt er van 38.000 en de duurste die is 225.000. Dan denk je, oké, valt allemaal reuze mee. Totdat je de garage inrijdt van Benny. Benny is serieus echt een oplichter. Die gozer die vraagt zulke belachelijke bedragen voor het tunen van je auto. Als jij je auto de garage inrijdt, wat je zo meteen nog zult zien in de video, dan moet je sowieso al 335.000 betalen om überhaupt te kunnen tunen. Dan heb je nog niet eens iets gedaan. En dan pas kun je kijken wat er mogelijk is. Dus dan ben je al 335.000 kwijt. Dus wat ik je kan vertellen is dat als jij een beetje een mooie lowrider wil hebben, dan ben je sowieso minstens 1 miljoen kwijt. En dan heb je hem nog niet eens volledig getuned. Dan heb je nog maar een begin. En dat is een beetje het probleem met deze video. Ik heb zelf niet zoveel geld in de game. Ik zit nu op 450.000. Dus ik kon sowieso mijn eigen auto niet volledig tunen. Dus ik heb proberen een beetje een oplossing daarvoor te vinden. Dus ik heb alles laten zien. Alle mogelijkheden die er zijn. En over het algemeen zijn alle mogelijkheden van alle auto's hetzelfde. Want de interieurs zijn gewoon exact hetzelfde. Alle opties die je daarbij hebt, zoals een stuur, die zijn allemaal exact hetzelfde in elke auto. Dus je krijgt een beetje een idee van wat er mogelijk is. En helemaal aan het einde van de video laat ik jullie meerdere auto's zien van mensen die ik dus random ben tegengekomen in GTA Online. Zodat je een beetje een idee krijgt wat er allemaal mogelijk is als je heel veel geld hebt. En dan moet je dus eerst heel veel geld hebben. Ik weet niet hoe het op jullie voor staat. Waarschijnlijk zullen jullie meer hebben als ik. En ik dacht eigenlijk dat ik redelijk goed voorbereid was. Ik dacht, nou, 450.000. Lowriders zijn over het algemeen niet zo duur. En dan krijg je dit. Dus een beetje een tegenvaller. Ik moet nou dus enorm gaan sparen. En ik wil nou momenteel eigenlijk nog niet zo heel veel uitgeven aan mijn auto. En dat komt omdat er vanaf nu tot aanstaande zondag 25 rebate is op appartementen. Het is dus nou mogelijk om een vierde appartement te hebben. Dus je kunt nou 40 auto's kwijt in garages. Dat is echt enorm veel. En dat is echt fantastisch. En als je dus een appartement met 10 auto garage koopt voor aanstaande zondag, dan krijg je van het aankoopbedrag 25% terug. Nou, hoe dit dus werkt is ongeveer hetzelfde als volgens mij bij de laatste update. Toen was er ook zoiets. Als jij dus je e-mail verifieert op de website van Social Club en vervolgens jezelf aanmeldt voor de Rockstar Mails en dus in een crew zit, dan krijg je automatisch die 25% rebate. De maandag, aanstaande maandag, dus op je account teruggestort. Dus zo werkt dat. Dus het is niet zo dat er 25% van het aankoopbedrag afgaat. Maar je krijgt uiteindelijk 25% terug. In mijn ogen een beetje een onhandige methode. Maar zo willen ze waarschijnlijk dat er toch meer mensen zich aanmelden voor
Voor die website en zo. Dus ik snap het op zich wel. Maar ik had liever gewoon 25% korting gehad. Maar dat is dus de reden waarom ik momenteel nog niet al mijn geld opmaak aan deze update. Maar jullie zullen zo meteen wel in de garage zien wat er allemaal bij deze update zit. Nou, verder is het ook zo dat er nog een hoop andere kleine dingetjes bij zijn. Die zullen we zo meteen ook nog wel een paar van zien. Niet alles. Ik zal sowieso wel een linkje voor jullie in de beschrijving zetten naar het complete artikel van Roxa zelf. Waar echt alle updates in staan. Dus ook alle bug fixes. Want er zijn er enorm veel. Er waren enorm veel bugs die gefixt zijn. Alleen helaas niet de enige bug die ik had met mijn adder. Waarbij ik mijn spoiler kwijt was. Want die heb ik dus nou nog steeds niet. Dus dat is op zich wel jammer. Maar helaas niets aan te doen. En hier zie je trouwens het nieuwe pistooltje in actie. Nou, eigenlijk zeg ik het verkeerd. Want het is geen pistooltje. Dit ding valt onder subbies. Waar ik eigenlijk heel erg blij mee ben. En dat komt omdat we hebben eigenlijk al veel te veel pistooltjes in de game. En het wordt gewoon onoverzichtelijk. Als je nou een pistooltje wil hebben, dan moet je eerst 22 verschillende pistooltjes voorbij skippen. Totdat je eindelijk de goede hebt. En bij subbies staat er niet zoveel. Dus ik ben op zich best wel blij dat dat ding bij subbies staat. In ieder geval, hier kun je dus zien hoe het werkt om auto's te kopen. En twee daarvan kun je alleen op deze website kopen. En dat zijn de Willard Faction die ik dus heb. En de Glassy Moonbeam. Die andere vier die kun je ook gewoon kopen op die Southern San Andreas website. Alleen die andere twee dus niet. En ik heb hier dus de Willard Faction. Vind ik persoonlijk de mooiste auto. En ik weet dat het niet echt een lowrider is. Het valt niet echt in mijn ogen onder de lowriders. Maar ik ben ook niet echt van plan om er een lowrider van te maken. In deze video heb ik er wel een speciale skin op gezet. Gewoon speciaal voor de video. Maar waarschijnlijk dat ik hem dadelijk gewoon simpelweg helemaal zwart spuit. En hem een beetje normaal probeer te houden. Want ik vind het persoonlijk gewoon echt serieus een super vette auto. En ja, ik vind lowriders... Het is leuk omdat je er heel veel mee kan doen. Maar het is gewoon niet mijn categorie auto's. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden. Daarnaast ook deze auto heeft echt een enorm groot probleem. Want dit ding kan niet eens over de kleinste stoeprand. Echt waar, overal vliegt de auto over de kop. Als je de auto zelf hebt, dan weet je wat ik bedoel. Dit ding is echt verschrikkelijk om mee rond te rijden. En dat is die standaard al. Ik heb hem nog niet eens verlaagd of zo. Ik heb er verder eigenlijk vrijwel niets aan gedaan. Behalve die eerste upgrade van 300.000. En nou rijdt hij eigenlijk al voor geen meter. Dus dat is wel iets wat je van tevoren moet weten. In ieder geval, hier zie je dus dat je het interieur kan veranderen van kleur. Dat is niet alleen het standaard interieur, dus ook die andere interieurs die je net zag met die pantenprint. Die kun je allemaal van kleuren veranderen. Maar dan moet je die eerst zelf kopen en ik wou mijn geld dus niet verder verneuken. Hier zie je nog wat bobbleheads die allemaal best wel reinig zijn. Dat valt op zich wel mee, deze prijzen. Dit soort dingen zie ik eigenlijk alleen het nutten van in als je echt een open auto hebt. En ik heb dus een dichte auto, dus ja, ik zie het net er niet echt van in, want je ziet het vrijwel niet. Want je rijdt vrijwel nooit in first person, dus ja, ik in ieder geval niet. En net zag je trouwens die Reaper. En dat is misschien op zich wel handig om alvast te zeggen. Binnenkort komt er een Halloween update. En de Halloween update zal niet extreem groot zijn. Die zit volgens mij al verwerkt in deze update. Alleen je kunt hem nou nog niet aan. In ieder geval bij die Halloween update zitten ook nog nieuwe maskers. Want die heb je net eens niet gezien, want die zijn er nou niet. Maar bij Halloween zijn er dus nieuwe maskers en twee nieuwe voertuigen. Waaronder een soort rare hot rod is dat. En een, hoe heet ze een ding ook weer? Een lijkenauto. Dus niet de meest spectaculaire dingen, maar het is gewoon een heel kleine update voor Halloween. Maar daar krijgen we binnenkort nog meer van te zien. En dat zal waarschijnlijk niet lang meer op zich laten wachten. Waarschijnlijk volgende week. En dan zul je die dus wel zien. Nu hier zie je dus nog meer dingen. Zoals de shifters. Op zich allemaal enorm gedetailleerd. Alleen dit is dus voor elke auto exact hetzelfde. Dus ik zag het nut er niet van in om dat voor elke auto te laten zien. Omdat het toch allemaal precies hetzelfde is. Bij de rest heb je dus die plak achter op de auto. Die kun je ook nog eens veranderen van kleur. Dit is dus allemaal gewoon standaard metaal. Dadelijk zie je ook nog neon. En die kun je dus veranderen naar elke kleur van de regenboog. Dus op zich best wel vet. En dat heb ik dus niet gedaan. Want ik heb ze niet gekocht voor $10.000. $10.000! Dit tikt aan, jongens. Dit zijn de kleine uitgaven. Waardoor je uiteindelijk gewoon 1,5 tot 2 miljoen kwijt bent. Dat kan ik je nou alvast vertellen. Wat ik ook vet aan deze update vind, is dat je dus ook heel veel speakers in de auto kan bouwen. En hier zie je dus een paar speakers achter op die plank. Je kunt ook nog dadelijk de achterbak, achterklep kun je openzetten. Dan kun je ook nog allemaal speakers inbouwen. En bij deze auto is dat misschien nog niet zo heel erg spectaculair. Maar straks aan het einde van deze video, dan zul je de Moonbeam zien. En daarin kun je echt belachelijk veel speakers bouwen. En ik weet niet of dat echt effect heeft in de game. Of dat je dat ook echt heel goed kan horen. Want ik heb eigenlijk altijd de muziek in de game uitstaan. Maar als jullie dat dus weten, of je dat echt heel goed kan horen in de game, laat dan achter in de comments hieronder. Want daar ben ik op zich wel benieuwd naar.
In ieder geval, hier zie je dus nog wat liveries, oftewel gewoon wat skins voor de auto. En ik had er hier volgens mij, die had ik gekozen, die Sunburst. En ja, ik haal dadelijk waarschijnlijk alles gewoon vanaf, want ik vind het, ja... Het is op zich wel lachen, maar ik hou zelf niet echt van over de top auto's. En dat heb je misschien wel gezien in mijn garage. De meeste auto's voor mij zijn redelijk normaal qua kleuren, niet echt van die hele gekke kleuren. En dat is gewoon, dat vind ik het mooiste. Hier zie je nog een klein detail en dat is dus de kentekenplaat. Die rand eromheen, die kun je dus customizen. Je ziet er niet heel veel van, maar dat kun je dus ook aanpassen. En hier zie je dus ook weer die prijzen, ook gewoon belachelijke prijzen van $7000. Aan de voorkant kun je ook nog van die custom kentekenplaten van Benny's eigen bedrijf. En verder is ook van verschillende merken. Op zich best wel veel verschillende soorten, je hebt er in totaal 17. En aan de achterzijde kun je gewoon weer je eigen custom kentekenplaat met je eigen naam erop doen ofzo. En ik krijg er ook nog heel vaak vragen over hoe dat werkt trouwens. Als jij je eigen naam op je kentekenplaat wil hebben, dan moet je dat doen via de app van Rockstar. Die app werkt vrijwel nooit, maar dat is dus voor op je telefoon of voor op je iPad. En daarop kun je dus de tekst op je kentekenplaat veranderen. En dat is op zich altijd best wel lachen. Hier zie je dus die kofferbak waar ik het eerder ook al over had, dat je speakers in kan bouwen. En je kon die hydraulica kon je ook nog aanpassen. En ik heb het momenteel op standaard staan. Je hebt 3 verschillende levels. En als je dus de derde neemt, dan kun je echt enorm hoog springen. En dat zul je straks ook wel zien. Want bij mij dan komt die amper van de grond. En iemand anders die heeft die laatste. Die springt bijna achterover. Dat is echt belachelijk. Maar op zich wel vet. Hier zie je nog verschillende velgen die dus speciaal van Benny Original Motorworks zijn. En niet echt super mooi. Echt van die lowrider velgen dus weer. En je hebt ook speciale banden. En die kon ik helaas niet laten zien omdat ik dus geen velgen kocht. Maar die rand die je dus om de banden heen ziet, die kun je dus ook veranderen qua dikte en qua kleur. Je hebt dus rood heb je volgens mij heb je blauw als ik het goed heb. En verschillende diktes dus van die witte rand. Nou verder kun je dus ook nog 2 verschillende nieuwe toeters horen. Eentje is van San Andreas en die andere van Liberty City. En dit brengt dan toch wel weer herinneringen omhoog jongens. Dit vond ik serieus echt mooi. Alleen het was zo duur dat ik het gewoon niet wou doen, want dan was ik gelijk broke. Maar eigenlijk uit principe zou ik gewoon een van die toeters op mijn auto willen zetten. Een hele tijd maar blijven toeteren. Want dat geluid jongens, dat brengt serieus goede herinneringen omhoog. In ieder geval, hier zie je dus die hydraulica. En hydraulica kun je besturen door R1 in te drukken. Dan gaat je auto als het ware omhoog. En dan kun je volgens er gewoon met die knuppels op en neer. En dan kun je springen. En als je dat heel goed timed, dan kun je iets hoger springen. Maar dit is dus hoe hoog ik maximaal kon komen met mijn hydraulica. En dit was gewoon standaard hydraulica. Dan heb je dus nog 3 andere niveaus die je kan nemen. En dan kun je dus hoger springen. En als het goed is, zul je binnen nu en 1, 2, 3 nog een andere auto zien. En dit is van een random persoon. Waar die heen is gegaan, weet ik niet. Hij had zijn auto in ieder geval achtergelaten. Maar hier krijg je dus een beetje een beeld van wat je met je auto kan doen. Dit is serieus echt letterlijk alles wat je mogelijk kan veranderen aan je auto. Dat heeft deze persoon gedaan. En dan heb je totaal iets anders dan wat je hier voor mij ziet staan. Gewoon mijn standaard auto. En hier heb je nog eentje. Deze is ook enorm vet. Hier zie je ook zelfs neon rond de speakers en zo. En deze heeft dadelijk echt belachelijk hoge hydraulica. Als je dus net ging vergelijken met wat ik had. Ik kwam amper van de grond. En dus hier, zul je hem nou ook zien. Dat is echt belachelijk. Maar wel enorm vet. Maar dat kost dan gewoon volgens mij 200.000 of zo. Om zoiets te kunnen doen. En daar had ik er gewoon simpelweg niet voor over. En voor de rest heb je hier nog een andere auto van iemand anders. En dit is... hoe heet dat ding ook weer? De... Buccaneer of zoiets volgens mij. Ik heb zelf die auto ook. Alleen die kun je dus nou aanpassen tot een lowrider. Ik heb hem standaard nou nog een beetje als een muscle car. Dat vind ik zelf mooier. Maar die kun je dus ook aanpassen. En hier zie je dus in de nacht naast die van. En hier zie je dus die speakers achterin. Dat is echt serieus belachelijk. En als je aan de zijkant ook dat interieur ziet. Dat ziet er echt gewoon absurd uit. En echt super vet. Maar dan krijg je een beetje een idee wat je dus allemaal met je auto's kan doen. Dus als je het geld hebt, kun je enorm veel aanpassen. Maar dan moet je dus het geld hebben. Nou, dit is een van mijn favoriete opties in de game. En dat is dat je dus gewoon vanuit het interaction menu je auto open kan maken. Dus je kunt gewoon met je telefoon alle deuren openmaken. Dus je kofferbak, maar ook gewoon los je deuren. Je kunt je lampen aanzetten. Je kunt je auto starten. Je kunt zelfs de muziek aanzetten. Dat is enorm vet. En wat ik me dus afvroeg, kan dat ook met andere auto's? Ja, dat kan. En dan krijg je dus dit. Super vet. In ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Mocht er nog wat zijn wat ik gemist heb, laat het alsjeblieft in de comments hieronder achter. En laat weten wat jullie mening is van deze update. Ik ben persoonlijk enorm benieuwd. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houden we.